start is gevallen. Aan de buitenzijde gaan ze hard naar voren en de deelnemer die het allerhardst gaat is Topas Littoral. Topas Littoral is als eerste bij de bocht, daarachter op plaats 2 Urzil Dortige. Moeilijk in de loop komt in de start van het veld Vitesse de Tonger en die ligt laatst. En zo gaan de paarden de eerste bocht door en opent Langeweg Junior gelijk de aanval aan de buitenzijde met de favoriet. Urzil Dortige komt naast Topas Littoral en gaat de leiding zo meteen overnemen. Urzil Dortige dus vooraan, daarachter op plaats 2 Topas Littoral. De rest van het veld heeft daarachter positie gekozen. De eerste die we zien is Dion Tesselaar met Umina Yumi, ligt derde. Vierde plaats erachter voor Ruud Pols, die rijdt Vigiola. En op de vijfde plaats erachter de tweede kleuren van meneer Michiels. En dat is Jeffrey Miras met Velvet Girl. Daarachter wordt nu ingeparkeerd Udia Renja. Daarachter volgt Ali Noor. En daarachter als laatste Vitesse de Tonga. Zo gaan ze allemaal achter elkaar de rechterbocht door. Onder aanvoering van Urzil Dortige wordt gevolgd door Topas Littoral. En daarachter op plaats 3 volgt Umina Yumi. Vierde plek daarachter voor Vigiola. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Weinig vuurwerk in deze koers, maar dat is ook logisch. Favoriet ligt vooraan, houdt bovendien ook nog tempo en dus hoef je van achteraf niet naar voren. Een deelnemer die daar op dit moment helemaal niet aan denkt is Vitesse de Tonga. Die heeft al moeite om de aansluiting te houden. Tom Kooijman probeert er alles aan om die aansluiting weer te bewerkstelligen. En de voorste twee lopen intussen ietsje weg. De voorste twee slaan een heel klein gaatje naar Umina Yumi. En zo gaan ze de linkerbocht in. Urzil Dortige, Topas Littoral en Umina Yumi. Daarachter op plaats 4 volgt nog altijd Vigiola. Achter Vigiola volgt dan Velvet Girl. En achter Velvet Girl aan de relingzijde Udia Renja. Maar die gaat nu van de reling af. Aan de buitenzijde kwam net naar voren. En die gaat er nu achteraan Alinor. En daarachter Vitesse de Tonga. Zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog één ronde te gaan. En nog altijd onder aanvoering van Urzil Dortige. Nummer 2 onregelmatig. Nummer 2 onregelmatig. De hekkensluiter is eruit. Dan hebben we automatisch een nieuwe hekkensluiter. Dat is Ali Noor in het tweede spoor. En zo gaan we de laatste ronde in. Langweg Junior nog met de handen vol achter Urzil Dortige. Hetzelfde geldt daarachter voor Robin Bakker achter Topas Littoral. Dan plaats 3 aan de buitenzijde. Die is voor de opkomende nummer 3, Vigiola. En die komt naast Umina Yumi. Maar die loopt minder meters en dus pakt hij het voordeel weer terug. Aan de relingzijde wordt hij nu gevolgd door Velvet Girl in dezelfde kleuren. En door het derde spoor gaat hij naar voren, Udia Renja. Udia Renja gaat de aanval openen. Die wil dat pelotonnetje wel eens voorbij en kijken wat er vooraan nog te halen is bij die twee paarden. Daar komt hij nu bij aan. De leider is nog altijd Urzil Dortige. Aan de buitenzijde gaat Udia Renja door naar plaats 2. Daarachter zit Topas Littoral nu vast. Galopade mispassen waren daar voor de nummer 3, Vigiola. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Urzil Dortige komt onder druk van Udia Renja. Sterker nog, die loopt er zo voorbij. Udia Renja wordt de nieuwe leider en pakt gelijk een lengte voorsprong. Anderhalve lengte, twee lengte en inmiddels is hij halverwege de laatste bocht. Udia Renja, het is gebeurd met Urzil Dortige. Die zakt helemaal terug naar de tweede plaats is gegaan. Topas Littoral en plaats 3 is inmiddels voor de 1, Ali Noor. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn en de leider is nog niet zeker van de zaak. Voorlopig is het Udia Renja die leidt. Hij kijkt achterom schoon over, maar hij ziet ze niet echt dichterbij komen. Maar helemaal gerust is hij er ook niet op. Udia Renja gaat hem toch winnen. Udia Renja, Ali Noor komt nog heel hard aan. 200 euro winstom tot 50.000 euro, dat kan hij gewoon. En plaats 3 is voor Topas Littoral.